Ik ben Gijs Meijer en ik ben projectontwikkelaar MKB bij de provincie Drenthe. De afgelopen 2 jaar heb ik gewerkt als trainee bij Team Economie. Als projectontwikkelaar MKB ontwikkel ik programma's om ondernemers te stimuleren om kansen te pakken in de markt. Een omgeving te creëren waarbij kansen pakken vanzelfsprekend is. Precies 2 jaar geleden ben ik begonnen als trainee bij de provincie Drenthe. In het begin was het wel enigszins een zoektocht. Wat wordt er precies van mij verwacht? En hoe moet ik mijn functie uitvoeren? Anderzijds bracht dit wel veel voordelen. Ik kon mijn functie invullen zoals ik dacht dat het goed was. En ik kon programma's ontwikkelen op basis van mijn eigen visie en vrijheid. Destijds ben ik begonnen met het ontwikkelen van het topprogramma. Vanuit de Staten werd er vanuit de motie een opdracht geformuleerd om een programma te ontwikkelen dat ondernemers stimuleert om kansen te pakken in de markt en deze om te zetten naar bedrijvigheid. Het eerste wat er bij mij opkwam was: maar hoe doe ik dat dan? Wat speelt er bij ondernemers? Waar hebben ze behoefte aan? En in welke thema's zou ik in moeten zetten? Vanuit het traineeship heb ik geleerd om de klant centraal te stellen. Vraaggericht werken noemen we dat binnen de overheid. Dit klinkt logisch, maar is nog vrij complex. We hebben immers meer dan 40.000 bedrijven in Drenthe. Hoe stel ik al deze bedrijven centraal? De aanpak die ik heb gehanteerd was vrij simpel. Een half jaar in gesprek met ondernemers en 4 thema's. Starten, groeien, vernieuwen en buitenland. Ondernemers, vertellen jullie maar waar jullie behoefte aan hebben. Wat stimuleert jullie om de kansen die jullie zien in de markt om te zetten naar succesvolle nieuwe bedrijvigheid? Het topprogramma Drenthe is het resultaat van de vele gesprekken die we gevoerd hebben met ondernemers. Meer dan 150 ondernemers hebben aan de basis gestaan van het topprogramma. Er zit een win-win situatie in het topprogramma. Enerzijds kan de ondernemer zijn droom najagen. Wij als overheid faciliteren dit. Anderzijds, nieuwe bedrijvigheid zorgt voor mogelijke nieuwe werkgelegenheid. Als ik terugkijk op de afgelopen 2 jaar bij de provincie Drenthe, dan heb ik enorm veel geleerd. De provincie Drenthe heeft mij de vrijheid gegeven om mezelf te ontwikkelen op allerlei gebieden. Ook heb ik de vrijheid gekregen en benut om fouten te mogen maken. Om mijn creativiteit in te zetten en te experimenteren met een andere manier van projectontwikkeling.